Welkom bij de Zingende Weg van Jelsum. Hier gaat de geluidsvraag over. En de geluidsvraag begint op deze plek. Kunnen ze deze tonen nu maken? De snelheid op deze weg is 80 km per uur. En de eerste toon die we hebben, dat is de toon de B. En die heeft een frequentie van 494 hertz. Deze toon. Hoe ver staan de ribbels van elkaar om deze toon te maken? Gebruik hiervoor de beschikbare formules van geluid. Succes ermee! Zo dadelijk krijg je de oplossing. Zet je filmpje op pauze als je even wil rekenen. Hier komt de oplossing. We bekijken de situatie nu even van de zijkant. Je kunt zien dat de hobbels die liggen op een bepaalde afstand van elkaar. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? De auto gaat eigenlijk stuiterend over die hobbels heen. En dat geeft ons de toon uiteraard. Nou, we zetten hem weer even stil. En daar staat hij weer. En je ziet ook weer meteen onze gegevens erbij. De gegevens waren dat de toon, de B, een frequentie heeft van 494 hertz. En de snelheid is 80 km per uur. Wat willen we nou eigenlijk weten? We willen eigenlijk weten wat de afstand is. En welke afstand willen we nou weten? Dat is deze afstand. De afstand van het begin van de hobbel tot aan het begin van de nieuwe hobbel. Net zoals bij een toon, de situatie begint weer opnieuw. Deze afstand die noemen wij S. Dus ik zet even de S erin, alsjeblieft. Die S is namelijk van afstand. De formules die we daarbij gaan gebruiken zijn de volgende formules. T is 1 gedeeld door F, oftewel de trillingstijd is 1 gedeeld door de frequentie. En V is S gedeeld door T, oftewel de snelheid is de afstand gedeeld door de tijd. Wat gaan we doen? We gaan even de trillingstijd berekenen. De trillingstijd is namelijk 1 gedeeld door die frequentie, 1 gedeeld door 494. En dat is 0,00202 seconden. Als we nou de snelheid omrekenen, dan zien we dat de 80 km per uur moet omgerekend worden. En daar maken we meter per seconde van. Daar moeten we dus delen door 3,6. En dan krijgen we uit een snelheid van 22,22 meter per seconde. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, ik wil nu hebben dat ik de afstand kan uitrekenen. Die doe ik met de volgende formule. Ik heb namelijk V is S gedeeld door T omgeschreven naar S is V keer T. Ik heb een snelheid, ik heb een tijd. Dat is mooi, want die kan ik dus nu daar gaan invullen. 22,22 keer 0,00202. En dat levert mij een afstand op van 0,0449 meter. En als je dat eventjes weer naar een begrijpelijk getal neerzet, dan is dat 4,5 centimeter. De hobbels moeten dus nu 4,5 centimeter uit elkaar liggen. Heb je nu een andere toon, dan krijg je natuurlijk een andere frequentie, krijg je natuurlijk ook een andere trillingstijd. En bij een andere trillingstijd krijg je dus ook een andere afstand tussen de hobbels. Dus dank je voor je aandacht en succes ermee!